Wat een spannende... Ellen van Dijk heeft in 's-Heerenhoek de omloop van Borselen gewonnen. Ze kwam als eerste over de finish in de stromende regen. Van Dijk maakte deel uit van de kopgroep die zich al vroeg in de wedstrijd losmaakte. Linda Willemsen werd tweede en Clara Hughes eindigde als derde. Het zijn succesvolle dagen voor Van Dijk. Gisteren won ze al de tijdrit. Ja, supermooi om hier twee keer te winnen dit weekend. Gisteren was eigenlijk mijn eerste individuele overwinning van het seizoen. Nou, vandaag mijn tweede, dus ja, het bevalt me wel hier.